Sinds begin oktober is de olieprijs enorm gekelderd. Brent ruwe olie is nu zo'n 30% goedkoper. Gedeeltelijk ligt dat aan structurele factoren, maar er zijn ook politieke en technische invloeden die de daling versneld en versterkt hebben. En het ziet er nu naar uit dat die correctie misschien wel wat te ver is gegaan. De rally- in olieprijzen die aan de val vooraf ging, was een reactie op de Amerikaanse sancties tegen Iran, omdat de markt ervan uitging dat Iran internationaal helemaal geen olie meer zou kunnen leveren. Maar ondertussen stond president Trump verschillende landen toe om wel nog olie uit Iran te importeren, waaronder China en India. En dat zijn de twee grootste olieklanten voor Iran. En bovendien werd er elders meer geproduceerd dan verwacht, inclusief in de Verenigde Staten en in Libië, Nigeria en Brazilië. En het gevolg was een overschot van ongeveer 1 miljoen vaten per dag. Maar de olieprijs is niet alleen het resultaat van vraag en aanbod. Als beleggingsinstrument is de olieprijs ook gevoelig voor marktsentiment en wat er in andere beleggingscategorieën gebeurt. Olie wordt typisch gezien als een risicobelegging, net zoals aandelen. De druk op de aandelenmarkten die we in oktober zagen en de groeiende bezorgdheid over de economische groei in China, die uitzicht dan ook in de olieprijs. Er zijn heel wat beleggers die er niet helemaal op voorbereid waren. En er waren waarschijnlijk nogal wat verliezen onder hedgefondsen. Maar als je naar de technische signalen kijkt, zoals bijvoorbeeld de RSI's, de Relative Strength Indexen, dan is het duidelijk dat de markt nu oversold is. Of met andere woorden, dat de correctie te ver is gegaan. Alles bij elkaar genomen verwachten onze analisten daarom nog altijd dat de olieprijs voor Brand volgend jaar rond de 70 dollar ligt. In de veronderstelling dat OPEC op de volgende bijeenkomst in december de quota's verlaagt. Als ze dat niet doen, zullen de prognoses wat omlaag bijgesteld worden. Maar OPEC weet ook dat de vraag naar olie meestal het laagste is in het eerste kwartaal van het jaar. En het aanbod dan wat beperkt moet worden. Saudi-Arabië heeft het al over een verlaging van 1 tot 1,4 miljoen vaten per dag gehad. Er kan natuurlijk veel gebeuren in de volatiele oliemarkt. Maar een prijs van 30 dollar zullen we zo snel niet meer zien. OPEC heeft zich de vorige keer dat de prijs zo snel viel, verkeken op de consequenties. De schaalolieproductie in de VS liep toen niet terug, in tegendeel. De producenten daar verscherpten hun kostenmanagement en bleken heel innovatief, met als gevolg dat ze nu een prijs van rond de 50 dollar gebruiken voor hun eigen financiële planning, omdat ze daar al genoeg mee verdienen. Investeerders in Amerikaanse schaalolie zijn van schade en schande wijs geworden. Het gaat er niet meer puur om groeicijfers. Ze geven er nu de voorkeur aan dat vrije kaststromen gebruikt worden om dividenden uit te keren of om schulden af te lossen of aandelen terug te kopen. En praktisch gezien gaat het ook gewoon niet lukken om schaalolieproductie sterk op te krikken, omdat er knelpunten in de export en niet genoeg oliepijpleidingen zijn en ze die ook niet snel genoeg aangelegd krijgen. De discipline onder Amerikaanse schaalolieproducenten beperkt de groei in het Amerikaanse aanbod volgend jaar. Een herhaling van 2016, toen er wereldwijd 2 miljoen vaten per dag te veel geproduceerd werden, is onwaarschijnlijk.